Berten, ik ben de coördinator van Give a Day, waar wij nu een nieuwe ontmoetingsplatform voor vrijwilligers en organisaties hebben gebouwd. En wat doen we met de website? We zijn hier bij het dienstencentrum Den Bleek, het zorgbedrijf. We hebben ook heel goed met samengewerkt in de co-creatiefase. En nu gaan we eigenlijk verder kijken wat we nog kunnen verbeteren aan de website. Als website is eigenlijk een soort van datingplatform. Heel veel vrijwilligers die willen eerst eens een keer gaan proeven, voorleren dat ze een heel vast structureel engagement willen gaan doen. De bedoeling van die website is ook dat je allebei een profiel kunt aanmaken. Zowel organisaties kunnen vrijwilligers vinden, als vrijwilligers kunnen organisaties vinden. Op basis van hun interesses, hun tijd dat ze beschikbaar hebben, hun vaardigheden, etc. Ik heb eigenlijk helemaal leven al wel in het vrijwilligersveld een stuk gestaan. En vorig jaar was er ook de vluchtelingencrisis met de tentenkampen in Calais. En daar hebben we toen ook een website voor gebouwd waar de vrijwilligers hun bijdrage konden leveren, konden meehelpen goederen inzamelen, verdelen in het lokaal tentenkamp. En van daaruit was eigenlijk het idee gekomen van kijk, er zijn heel veel andere organisaties die echt vrijwilligers zoeken. We hebben dan 100 vrijwilligers bevraagd, we hebben dan 50 organisaties uit het Antwerpse bevraagd. En je ziet dat daar niet altijd de juiste match is of de juiste klik tussen vrijwilligers en organisaties. Hoewel dat de meeste mensen eigenlijk echt wel willen vrijwilligen. En daar willen wij nu eigenlijk op inzetten door eigenlijk een moderne look en feel en op een gemakkelijke manier die met elkaar eigenlijk in contact te brengen. Give a Day is een van de apps die tot stand kwam in het project Apps from Antwerp. De apps willen het leven in de stad aangenamer en gemakkelijker maken. Ook u kan hier gratis gebruik van maken. Neem een kijkje op appsfromantwerp.be voor meer info.